Die kan dus voor de onderbouwleerlingen werden uitgedaagd met de LOX-boxes. Een LOX-box is een metalen cilinder met 12 slotjes eraan. En de leerlingen moeten 12 opdrachten uitvoeren. En als ze een opdracht goed hebben gemaakt, gaat er een slotje open. En wie het eerste de box opent, is de winnaar van deze activiteit. Die activiteit hebben we deze week 6 keer. Vanwege overweldigende belangstelling van de scholen om mee te doen aan de activiteiten die we deze week organiseren. Het is een beetje een omgekeerde escape room, daar vertel ik jullie zo meteen alles over. En degene die straks de meest goede antwoorden heeft, nou duidelijk, die wint. En die winnen een mooie prijs. Ja, want daar gaat het natuurlijk ook een beetje om, hè? Natuurlijk wel, ja, want ze zijn wel gedreven, hebben we gemerkt. Als er iets te winnen valt, dan werken ze goed mee. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten? We hebben een andere activiteit, LOX-box, daar moeten ze inbreken. Ze krijgen nu een cadeau van ons waar ze moeten uitbreken. Ze mogen naar de escape room met het winnende team.